We zijn aangekomen op een fantastisch mooi plekje. Echt helemaal in ons upje. Besluiten toch om weg te gaan. A hard speed to the city streets. We begin to feel the vibe. Op de bicyclet. Toedeltjes. Een paar oude ruïnes bij elkaar. We gaan helemaal omhoog. Alleen maar. En we zijn er over 4 minuutjes. Hoe kan dat nou? Maar we moeten zo ook haaks naar beneden. Oh echt? Nou, dus ik weet niet waar dit leidt. Ik weet het ook niet hoor, Peter. Moet tweede handen geitenpad weer in zeker. Dat is wel heel steil naar beneden dan denk ik. Ja. Moet even kijken of je dat wel gaat doen. Geen verkeer achter ons. Nee. In een bocht kijken of er geen verkeer voor ons aankomt. Nee, ook niet. Nee. Nou, het is inderdaad wel een haakse bocht. Hè? Ook niet doorschieten. Nee. Zo, oké. Waar gaan we weer naartoe? Oh, ik zie weer heel veel overhangende takkies. En dan opeens een prachtig huis hier. Zo. Wauw. Het wordt wel dicht begroeid. Pots. Takken. Oh, Peet. Je hebt dit plekje uitgezocht, hè? Ja. Oh, Peetje. Wat wordt dat poetsen? Het wordt wel steeds... Dit zijn dunne takken, hè? Ja. Toch? Ja. Oh, dat is joh. Wauw. Nou, ik zit ook weer in mijn kromme teen hoor. Oi, 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 oi. Peter, dit kan toch niet dit? Dit moet je toch eigenlijk niet doen, zulke dingen? Dat is niet grappig. Nee. Oh joh. Ja, maar ja, als het dat het moeite waard is, hè? Ja, dat zal je altijd achteraf zien. Ja. Ja. Nou, ik zie wel daar dat strandje, ja. Peter. Daar zal het wel zijn, denk ik. Nou, Simon. Zit je weer met mijn kromme tenen? Wow. Nou, ik wel hoor, in ieder geval. Jeetje. Huh? Maar als we straks thuis zijn, jongens, laat ik jullie zien hoe ik de krassen kan verwijderen of gaat verwijderen. Kijk, plastic afvalberg. En wat ik ook zie, dat het wel heel erg schaduw is aan deze kant, Pit. Ja. Alhoewel, hier zie ik wel... Moet je hier staan op dit stukje? Dit stukje misschien. Oh. Oké, man. Ja, ja. Dat is nog eens een vijgenboom. Ja. Maar zullen ze dit bedoelen van, ja, ik denk dat het hier is, dit stukje. Ja. Dat is wel zon, want ik denk daar is dan een schaduw, maar hier is wel zon, ja. Ja, ik zie hier een surfplank liggen, of niet? Ja, ik zag ook een auto daar staan. Oh echt? Ja. Oh, nice. Kijk. Ja. Verschil tussen een surfplank en een kei. Ja. Oh ja? Als je dat niet ziet, dan... Wauw. Nou, dit is wel... wel Robinson Crusoe heet dit. Jezus, Peter, wat een plek, jongen. Oh. Ik vind dit heel mooi. Heel erg mooi. Heel erg mooi. Oh, joh. Even kijken. Wat het doet met de zonnepanelen. Ja. Nou, dit is wel echt... We staan waterpas. Nou, ik vind het echt bizar. Bizar plekje, zeg, weer. Hoe dan? Maar van een weg ernaartoe, joh. En een strandje zie ik. Ik ga eens even kijken. Maar hebben we hier nog zon? Ja, dat is wel de bedoeling. We zijn aangekomen op een fantastisch mooi plekje. Echt helemaal in ons upje. Besluiten toch om weg te gaan. Want alleen maar bomen en die staan aan de zonkant. Dus we staan de rest van de dag in de zon, in de schaduw. En daar hebben we geen zin in, dat vinden we niet leuk. Dus we gaan weer door de takkenbossies. Ik ga even tegen Peter zeggen dat hij gewoon naar achteren kan. Ja, maar dat ziet hij wel. Het is plek zat hier om te rijden. Nou, het is werkelijk prachtig. Ook eerlijk zeggen, heel veel zeeegels hier in het strandje. Dus ja. Nou, we verlaten het weer op naar een nieuw mooi plekje. We komen weer bij een nieuw plekje aan. Ja. De uitzichten zijn prachtig. Kijk eens, jeetje. Oh, dat is wel heel mooi. Oh, kijk. Hier staat een camper. Maar dit is het wel hoor, Peet. Is dit het, ja? Ja, dit is het wel. Ja. Ja. Ja, want ik zie dat waterkraantje. Dat zag ik op de foto staan. Oh ja. Oh ja. Maar is wel mooi. Even kijken. Ja. Weer fijn aan het haken. Tuurlijk, Peetje. En wat ben je aan het haken? Een kerstengeltje. Nou, het ziet er leuk uit. Dit worden... ook, hè? Ja. Zeilbootje. Dat is leuker eigenlijk nog. Baadje. Heerlijk. En echt, ons plekje. Ja. En voor vanavond is het een verlaten, zeg maar 44-jarig dinnershow. Gaan we hier eten. Dan gaan we hier lekker eten. Het ziet er leuk uit als dat ik aan de buitenkant dacht. En ook hier in de keuken mogen we even kijken wat ze aan het bereiden zijn. En dit is ja, iets wat we kennen van Kroatië, maar dit is inderdaad een lam. Een lammetje. Dus voor de mensen die met een zeg maar gevoelig huid, moet even de ogen sluiten. Wauw. Nog niet gekeken? Ja, zo, ja. Nee, hier? Nee. Nog niet in Griekenland. Ja, jongens. Daar gaat hij. Satsiki. Ja, heel veel knoflook. Zo lekker. Zo, dat was een mooi plekje waar we geweest zijn. P2 nog eens. Rustig. Rustig. We stonden uiteindelijk op het laatst met twee andere campers. Ja. Ja. Ik denk dat het zomers wel wat drukker is. Ik denk het ook, ja. Maar het is erg, erg mooi plekje. Ja, goed gevonden. Mooie uitzichten. Toch wat te zien met de bootjes gisteren allemaal. En, ja. Waterblusvliegtuigen gezien. We zijn bijna bij Camping Kalami. Ja. Mooi. En waarom Camping Kalami? Ja, Dat is een camping die dicht bij de boot ligt die wij over 2 dagen gaan nemen. Precies. Naar Italië. Het is een, echt een doorstroomcamping, heb ik gelezen. Van een komen en gaan vanaf de boot. Maar hij scoort wel heel goed, dus ik ben heel benieuwd. Camping Kalami. Ik vind het een mooi strandje, wat ik al zie. Mooi watertje. Nog geen bordje compleet. Nee, maar ik zie wel allemaal. Ik zie wel een campertje staan. Ja. Is nog wat los. Het is een terrassencamping, heb ik gelezen. Nou, we gaan weer eens kijken of er een plekje is. Ja. Op zoek naar het winkeltje. Even kijken waar het is. Camping Kalami. Leuk, mooi plekje voor 2 nachtjes. Daar is de zee. Helemaal top. Prachtige zee. We gaan dadelijk even plonzen. Maar ga eerst broodjes zoeken. Bij de minimarket. En even naar het toiletgebouw kijken. En dan gaan we nog een trapje op. Denk ik naar de douches en de wc's. Damesdouches en de heren. Even zoeken hoor. Het is altijd weer even zoeken. Nou, het ziet er schoongemaakt uit. Ook joh, nou wat een grote douches. Prachtig. Oké. Netjes. Beetje oud. Nou, de afwas. En dat geloven we wel. Zo, broodjes gehaald. Trapjes weer af. Gelijk even laten zien hoe we staan. Mooie camping. Heerlijke verse broodjes gehaald. Kijk, we konden onderaan staan, maar een beetje moeilijk inparkeren en zo allemaal. En zeker als je weer weggaat. Dus we hebben gekozen voor dit plekje. Prima. Kijk, er staat de doos, zoals Peter altijd zegt. Nou, lekker hoor. Oh, makkie. Even die kant op. Bye. Kom maar. Goodbye. Dat is clever. Ja. Dank eens. Schöne Urlaub. Ja, Peter. Dat is beter. Het is een beetje krapjes. En een hol op. En gelijk bovenaan de hol is de los- en laadplek. En het toilet. Ja, gaan we. Kalami Beach. Een hele leuke camping. Ja, dat kan je wel zeggen. Een van de mooiste baaien en wateren die we, waar we in gezwommen hebben. Ja, dat is een fijn watertje. Ontzettend fijn watertje. Ja, we hebben echt genoten. Krappe plekjes, dat wel. Krappe camping. Maar helemaal top, joh. Op naar de boot. Ja. Naar Igoumenitsa. Ja. Zo. In één keer goed. Ja, hè? En dat is helemaal niet zo heel veel rijden hier vandaan. Nee. Kilometer 6. Ja, 7, 7,5. Maar goed, maakt niet uit. We gaan eerst nog even tanken. Want ja, de diesel is goedkoper in Griekenland dan in Italië. Je blijft Hollander of niet? Dus, dan lijkt ons wel handig eigenlijk, ja, wat we doen. Al dus. Maar jammer een beetje vandaag dit gevoel wat we hebben. Het is wel een stukje wat je afsluit, hè? Het laatste ritje in Griekenland zo. Dat is een hele scherp. Dat is een hele scherpe bocht. Die kant kan je niet. Ze gaan nog inhalen ook. Ik ga even aan deze kant kijken. Ja, hier kan je beet, zover ik het kan zien. Ja, kom maar. Ja. Maar hoe de bootreis gaat zijn, ja, dat ga je in de volgende vlog zien. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Maar waar we nu naartoe gaan, dat zie je in de volgende vlog. Ja, dat moet jij aanvullen. Oh, dat moet ik aanvullen. Dat moet spontaan gaan. Okay, nog een keer dan. Doe ik erg spontaan nu. Ja, oké. Okay. En waar we nu naartoe gaan, dat zie je in de volgende vlog. Kan je dit?